Het is een bedrijf in de grondweg- en waterbouw en voornamelijk de betonwerkzaamheden. Ik ben Peter Noren, directeur-eigenaar. En ik heb sinds 5 jaar heb ik het bedrijf hier overgenomen van mijn vader. Ik ben hierin opgegroeid. Voor die tijd was ik hier ook al werkzaam in het bedrijf. Wij hebben er liefde voor, maar ja, ik kan er wel tegen praten. Het wordt altijd weer hard. Het wordt keihard. Dat is het enige. We staan nu in Groningen en dan gaan we een kademuur gaan we ophogen omdat de waterstand hier in de toekomst wel eens een keer wat verhoogd kan worden. Dat is niet alledaags werk, we zitten niet in de woningbouw, wij zitten net een beetje tussen de wegenbouw en tussen de woningbouw mensen in, zeg maar. Onze specialiteit is echt dat wij de mensen adviseren, het werk uitvoeren, de tekeningen maken, constructieberekeningen maken, het werk gewoon van A tot Z compleet uitvoeren. Heel spannend. Maar die kist die mag niet uit elkaar gaan, hè? Want dan hebben we al het beton in het water liggen. We hebben een grote fabriek gebouwd in Steenwijk. Dat is een heel groot project geweest. Voor de rest vooral de fietspaden in de bossen. De schelpenpaden of de puinpaadjes, die worden dan vernieuwd in het beton. En dan kunnen ze nou, met rolstoelvriendelijk of met fietsen, kunnen ze verzoenlijk fietsen. En dan, nou, dan hoor je het, tijdens het werk hoor je gewoon dat de mensen tevreden zijn. Hartstikke goed. Het is mooi uit te zien. Als er een keer handen tekort zijn om zelf een keer mee te helpen. Dat is lekker van dit werk. Als ik de beton ruik, hè, zit niet veel geur aan, maar ik ruik alles hoor. Heerlijk. We hebben weinig verlopend personeel. Dus ik neem aan dat de jongens tevreden naar bij ons werken. We werken met 28 man en gemiddeld 4-5 zzp'ers erbij. We huren wat kranen en wat vrachtauto's erbij. Ja, het is een hele organisatie voor de boekhouding en de lonen, verloning en alles. Het is allemaal heel goed geregeld bij het managementteam. Die mensen staan dag en nacht voor je klaar. Dat is, ik zou niet weten hoe ik zoiets moet omschrijven. Dat is gewoon, zulke mensen moet je, ja, die moeten goed achter je staan.